Nee, dat is fout. Nee, dat is fout. 2,1. Ja, ik deed deze expres. Ja, ik deed dat eigenlijk ook expres fout. Ik doe dat echt voor de kinderen, weet je, dat, en voor deze giraf. Want die balen er echt van als ik alles goed heb en het zij niet. Jubberdipip, hoera! Hallo. Hey, Dikkertje. Hey, Raf. Taart. Oh, echt wel lekker. Oh, dit kietelt. We doen er morgen allebei eentje aan naar school. Dan zien ze dat we bij elkaar horen. Yes! Tot school, Dikkertje. Dikkertje Dap draait vanaf 4 oktober bij Pathé. Maar hoeveel weet de kast nou echt over giraffen? Daarom de grote giraffenquiz. Hoe lang kan een volwassen giraf worden? Is dat 4,1 meter, 5,5 meter of 6,4 meter? 5,5 meter. Ja, kan rond de 5 meter worden. 5. 6,4 meter. 5,5. Ja. Dat wou ik ook zeggen. Oké. Okay. 6,4 meter. Mm. Mag ik hetzelfde zeggen? Ja, nee. Ja, dat mag. 6,4 meter. Dat is helaas alle twee fout. Ja? Ja, het is 5,5 meter. Ja. Ik ben juf Nelly. Patikertje. Deze is voor Raf. Wie is Raf? Een giraf die kan praten. Dieren kunnen toch helemaal niet praten? Raf wel. Hoe zwaar wordt een volwassen giraf gemiddeld? Is dat 818 kilogram, 1000 kilogram of 1182 kilogram? Ja, dan ga ik toch voor 1000. 1182 kilogram? 818 kilogram. 1000. Ik ga voor 1100. Voor de max. Denk je meer of minder? Meer, denk ik. Dat is helemaal goed, want het goede antwoord is 1182 kilogram. Yes. Rustig gram, hè? Yes. Maar hij wordt gemiddeld 1182. Dat is het gemiddelde. Ja. 1100. Ja, dat is goed. Oh. Duurt het langer die school? Hij mist jou ook, hè? Waarom giraf? Giraffen, die hoeven toch niks meer te leren? Die zijn al helemaal af. Hoi! Joes, is dat je nieuwe vriendje? Mag hij wel mee in de school? Ik het ja, kom je. Ik zou het op denken, Raf. Je bent mijn vriend. Jij bent ook mijn vriend, Dikkertje. Hoe oud kunnen giraffen worden? Is dat 25 jaar, 30 jaar of 45 jaar? 30 jaar. 25. 30. 30. Ik denk 25. 30 jaar? Ik denk 25. Het juiste antwoord is 25 jaar. Yes! Nee! Ja! Sorry. Nee. Jongen, is de oudste giraf nooit ouder geworden dan 25. Oh, hallo, opa van Dikkertje. Paadjes. Bloemetjes. Hoe lang kan de nek van een giraf worden? Is dat 2,1 meter, 2,4 meter of 2,7 meter? 2,7 meter. 2,7 meter. 2,7 meter? 2,4. Ik ga voor 2,10. Ik denk 3,1. 2,1? Nee, nee, ja, 2. Ja. 2,1 meter. Het juiste antwoord is 2,1 meter. Het is 3-1, hè, nu voor mij. Nee, 2-1. Je hebt het goed. Yes. Yeah. Ja, ik deed dat eigenlijk ook expres fout. Ik doe dat echt voor de kinderen, weet je, dat, en voor deze giraf. Want die balen er echt van als ik alles goed heb en het zij niet. Hoe snel loopt een giraf gemiddeld? Is dat 20 kilometer per uur, 40 kilometer per uur of 60 kilometer per uur? 20 kilometer per uur. Ik denk dat ook. Jullie zijn echt... niet goed bezig, want het is 60 per uur. Sorry. Het is alle twee fout. 20. Na 40. 60. 60, is dat je laatste antwoord? Hij moest natuurlijk ook even op gang komen. 20, eerst doet 40 en nu 60. Dat vind ik wel goed. Ja, want het juiste antwoord is 60 kilometer per uur. Heel goed. Ja, echt. Ja, gewoon gelijk. Ja, zeker. Best snel, oké. Ja, hoeveel eet een giraf gemiddeld per dag? Is dat 65 kilogram, 75 kilogram of 85 kilogram? Dat is veel, natuurlijk, sowieso. Wat was de eerste? 65. Dat denk ik. Ja, ik ook. 65. 75, sowieso 75. 75. 65, denk ik, 65. Ja.
65. Ja, goed. Wow. Het spijt me, het is 65. Om! Ja, het juiste antwoord is 65 kilogram. Yes, we staan weer gelijk. Jullie staan gelijk. Wel gezellig. Ja, ik vind het ook. Je mag best winnen, maar ik vind het gewoon gezellig om gelijk te staan. Heb jij dat niet? Dan zijn jullie gewoon even goed. Boom, goed, alle twee. Ja, want 65 kilogram aan blaadjes is behoorlijk veel. Wow, wow, wow. Yep. Dit is een vraag waarbij je je gezicht, je mond nodig hebt en je stembanden. Ja, wat voor geluid maakt een giraf? Oh, nou, dat zou ik echt bij God niet weten. Boom! Oh, dat was goed. Wow! Huh? 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 Zo is het. Ma. Als hij jong is, zoals Liam, dan doet hij dat. Maar als hij wat ouder is, dan doet hij... Wauw. Ik weet niet of dat goed is. Ik heb onderzoek gedaan. En als je luistert in de film, dan hoor je ook af en toe dat geluid. Ja, heb jij dat ingesproken? Mm-hmm. Ja, echt? Geweldig. Ik weet niet, man. Hij speelt die giraf in de film, dus ik nam aan dat dat goed was. Ja. Ik vond dat heel mooi. Jullie hebben hiervoor allebei gewoon een punt gekregen. Een jonge giraf en een volwassen giraf. Dit is het versje van Dikkertje Dab. Maak het af. Wie kan het als eerste afmaken? Dikkertje Dab. Zat op de trap. S'morgens vroeg om 7:15. Om de giraf een klontje te geven. Dag giraf, zei Dikkertje Dab. Mag ik jou eens even vragen? Pralalanda, lalalala. Dag giraf, zei Dikkertje Dab. Dikkertje, ik stap af. Pam, pam. Wauw. Maar jij hebt nu gewonnen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, je hebt de knuffel gewonnen. Oh, super. Nee. Gefeliciteerd. Maar... Goed gedaan. Maar, ja. Dat was goed, man. Ja, ik vond je echt heel goed. Je zat er zo goed in. Jij was eigenlijk beter. Ja, je hebt gewonnen. Weet je wat je hebt gewonnen? Een knuffel. Ja. Van mij. Mondje dicht, hè. Dat was heel lekkere pap. Sorry.